vlog. Ik ben Melissa en het is vandaag vrijdag 22 april. En ik ben er weer. Vorige weekend is er even geen vlog online gekomen, want dat weekend daarvoor, waarbij ik dan normaal de vlog opneem, hadden we een best wel hectische week gehad met Anthony die ontstoken voet had en dokter, veel naar dokter in het ziekenhuis en onze poes Cincy. Die had ook nog een blaasontsteking, dus daarmee gingen we ook naar de dierenarts. En ja, we waren allebei gewoon een beetje op en we hadden even behoefte aan een beetje offline zijn dat weekend. En ja, gewoon eventjes chill zijn. Dus ja, vandaag gaan we weer vloggen. Dit weekend gaan we vloggen en vanmorgen heb ik een Feminine Flow sessie gehad. Dat was echt super fijn. En nu gaan we eventjes naar Bos, want dat is ook alweer eventjes geleden, omdat Anthony dus nog niet zo goed kon lopen. Maar we gaan het vandaag weer even proberen, kijken ja, hoe het gaat. Maar ik denk dat het wel goed gaat. Ja, ga je mee? Ga je mee naar Bos? Ga je mee naar Bos? Heb je daar zin in? Heb jij zin om mee te gaan naar Bos? Ja? Ja? Zit dat maar doen. Ja. Ga je lekker mee. Hé, vrouw. Gaat gelukkig alweer een stukje beter met jou, hè? Was even spannend. Ik was deze week ook bezig om te kijken of ik wat stickertjes kon maken met Cricut. Dit is wat ik tot nu toe eventjes snel gemaakt heb. Gewoon even wat tekst dingetjes. Alleen, zoals je misschien wel kan zien, heeft hij hem niet helemaal goed uitgelijnd gesneden. Dus we moeten nog eventjes gaan onderzoeken hoe dat dan werkt allemaal. En dan hoop ik dat we binnenkort wat leuke stickertjes hebben. En Anthony komt ook naar beneden. Hallo. Hallo. Ga je mee, Kip? Waar ben je? Waar is ze nou heen gelukt? Lig je nou weer daar? Lig je nou weer in de kast? Hey me. Ja. Het hoeft niet. Mag wel, hoeft niet. Goedemorgen, middag en middags trouwens. Het is vandaag zaterdag en we hebben net even lekker boodschapjes gedaan. Vanmorgen kwam ik binnen en waren de slingers al opgehangen. Maandag ben ik jarig. 28 alweer. Ja. 28. Mm. En er lag net een leuk dingetje. Tenminste. Ik denk dat het leuk is.
in de brievenbus. Dus die ga ik even openmaken. Kijk nou. Dat is cute. Gaat even. Ik wil hem niet al breken voordat ik hem heb. Echt, hè? Uit dan. Oeh. Wat grappig. Een mini takje. Is dit dan als een berk? I like it. Niet zo. Nou, voor wie zal die zijn? Geen idee. Voor wie zal die zijn? Deze is voor jou, je eigen berkenboompje. Boompje ook. Berk staat symbool voor nieuw begin en persoonlijke groei. Van harte gefeliciteerd, lieve lievertje. Ja, leuk. Alsjeblieft. Ja. Een eigen brievenbusboompje. Een brievenbusboompje. Ja, ja, inderdaad, nee, maar, een brievenbusboompje. Ja. Zo noemen ze het ook inderdaad, brievenbusboompje. Ik moet nog even goed inlezen hoe ik dit dan moet verzorgen. Of ja. Dat hij al meteen de grond in moet, dat weet ik niet. Ja, weet ik ook nog niet hoor. Het schijnt dat hij, als hij 1 jaar of 3 oud is, dat dan die witte bast al een beetje naar voren gaat komen. Oh. Dus, nice. Ja. Symboliek en beetjes. De elegante, sterke berk staat symbool voor een nieuw begin en persoonlijke groei. De boom biedt doorzettingsvermogen, vernieuwing en liefde. De naam berk is afgeleid van het Latijnse betula. Betula, ja. Wat zich vertaalt naar schijnen. En dat is precies wat de berk doet. De witte bast maakt het een stralende verschijning. In Noord-Europa, Rusland en China is berkensap een geliefd drankje. Je kunt het daar gewoon in de supermarkt vinden. Oh, dat wist ik niet. Interesting. Leuk. Ik vind het heel leuk. Dat wist ik. We zitten weer in de auto, tenminste voor ons weer. En we gaan nu mijn zusje ophalen, Indy. En we gaan even samen met haar skaten. Ik heb rolschaatsen mee. En Anthony heeft zijn longboard mee. En ik weet niet Indy eigenlijk rolschaatsen of er skiers meeneemt. Maar we gaan even lekker een rondje buiten. Even lekker skaten. Ik had eigenlijk nog verwacht dat het misschien iets beter weer zou zijn. Nou ja, het is ook wel lekker weer. Alleen het waait toch wel hard. Dus we gaan even kijken hoe het gaat. En anders gaan we wel lekker lopen of zo. Dan gaan we iets anders doen. In ieder geval even lekker met mijn zusje erop uit.
Hoi. We zijn weer thuis. We zijn ook nog eventjes naar een leuke zorgboerderij geweest. Hier in de buurt, daar kwam ik als kind altijd heel vaak. En ze hadden allemaal nieuwe dingetjes, nieuwe tuintjes. En dat was heel leuk om te zien. En daarna waren we eigenlijk zo in de plantjes. Dat we ook nog eventjes naar... Ik weet eigenlijk niet hoe het heet daar. De Haan? Ja. Nou, in ieder geval, daar hebben ze ook heel veel bloemen, plantjes, bomen en stekjes ook voor de moestuin. Dus we hebben weer wat meegenomen. Deze hebben we meegenomen. Even wat Afrikaantjes om ertussen te zetten. Dit is knoflook. 2 ijsbergsla en een veldsla. En dit was spruit volgens mij. Dat wilden we graag een keer proberen. En shallotjes. En dit was, had je nou dopertjes of wat? Dopertjes. En dopertjes hebben we meegenomen. Dus die gaan we nu meteen even in de moestuin zetten. We hadden ook wel al wat dingetjes ingezaaid. Zoals de rode biet, de wortelen en de radijsjes. Die zijn al allemaal lekker aan het uitkomen. En dit wilden we als stekjes. En dan gaan we nog wat andere dingetjes ook nog inzaaien, toch? Je wil ook nog wat dopertjes gewoon zelf proberen? Oh, die... Ik hoef alleen het dopert nou in te zaaien deze maand. Want de rest is allemaal voor mij. Oh, de rest is allemaal voor mij. Oké. Okay. Oh, ja, een pompoen en mais. Ja. Gaat er nog in dan? Ja. Snijbonen. Ja. En dan zijn we... Heel misschien nog courgette als we daar plek voor hebben. Maar ik heb er hier wel in zitten, dus waarschijnlijk heb ik er wel ingetekend. Ja, oké. Okay. Nou, we gaan in ieder geval even lekker... Lekker rommelen in de moestuin. Ik heb wel zin in. Even kijken of de sla ook nog goed gaat. Want van de week waren er hele kleine inimini slakjes. Waren de sla aan het opeten. De grote die komen er nou niet echt meer in. Merken we. Omdat we dan die omheining nu hebben. Maar die kleine inimini slakjes die komen er nog tussendoor natuurlijk. Ons nieuw gezaaide gras begint nu ook eindelijk te groeien. Zo leuk om te zien. En dit is tot nu toe onze moestuin. Hier hebben we nog een framboos. En hier hebben we al wat worteltjes wat naar boven is gekomen. Wat radijs, waar ik zie dat er ook flink aan gegeten wordt. Dus we moeten ook even naar kijken. De tomaat is nog niks bij gebeurd, denk ik. Nee. We hebben hier wat uitjes. Sla, maar ik zie dat hij weer wat kleiner is. Ja, hij wordt weer gegeten. Oh. We hebben hier nou ook nog een andere. En hier de rode ui, maar daar komt, ja, ik weet niet of dat iets is. Ik denk het niet. Ik denk dat dat iets anders is. En hier heel veel rode biet. En dan hebben we hier nog een kruisbes. Dat is leuk. Dan gaan we even kijken wat we hier, waar we dit allemaal neer gaan zetten. Dit is het geworden. We hebben de spruit daar neergezet. Daarnaast de knoflook, volgens mij veldsla. De Afrikaantjes hebben we hier en daar een beetje neergezet. Hier de sla. De shallotjes hebben we daar achterbij gezet. En hier de dopertjes. En dat is hem tot nu toe. Leuk. En nog bordjes maken. Oh ja, de bordjes. Ja, ja, doen we ook nog. Niet dat we het niet uit elkaar kunnen halen, maar... Die ga ik jou niet geven, hoor. Moet je een bordje? Geen bordjes. Het is geen bordje. Het is een bord. Bordje. 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 Goeie. Goeie. Ja. Hallo. Oeh. Oh, lekker genieten. Oeh. Gaan we hier naar binnen? Zijn we klaar, hè? Ja, zijn we klaar voor vandaag. Ja. Wil je nog even water geven?
heel goed. Ligt allemaal binnen. Ga je mee naar binnen?